Hallo, welkom bij een nieuwe video. Deze video gaat over de Mixels en ik maak deze video met... Aaron Creatief. Ja, Aaron, dat is mijn jongste zoontje. Hij gaat de Mixels voor ons bouwen. Dit is Mixels serie 7. Ik heb ze al een hele tijd, dus misschien is er al een nieuwe serie uit, dat weet ik niet. Het leuke van de Mixels is, het is een tekenfilm op Cartoon Network. En als je al deze 3D Mixels hebt, gaan we even naar de achterkant, dan kan je ziet het zijn de bovenste 3. Als je die 3 hebt, dan kan je die mega Mixel bouwen. En dat gaan wij doen. Wij gaan ze alle 3 uitpakken. Mijn zoontje Aaron gaat ze in elkaar zetten. En dat ga ik dan versneld afspelen. En wil je zien wat zijn commentaar erbij is en hoe hij ze in elkaar zet op een beetje normaler tempo, dan kan je naar zijn kanaal gaan, wat ik ook ga linken natuurlijk. En als alle 3 in elkaar zitten, gaan we ze bekijken. En we gaan de grote mega Mixel bouwen die hierbij zit. We hebben de andere 3 hebben we ook nog. Tenminste, ik weet niet of we deze 3 hebben. Volgens mij wel. Ja, die muziek hebben we ook. Dus dit zijn de muziekmixels. Die hebben we ook. En deze in het midden hebben we volgens mij ook. Dus daar komen we ook dit soort filmpjes van. Het worden dus niet allemaal aparte filmpjes. Dit is een soort testvideo. Als het heel lang duurt, nou ja, dan maak ik er misschien wel aparte video's van. Maar ik denk dat het waarschijnlijk wel gaat lukken. Nou, Aaron, zullen we de eerste open gaan maken? Welke willen we als eerste doen? Deze. Oké, dan zetten we deze eventjes opzij. En dan maken we deze als eerste open. Mijn oudste zoontje, de videodraak, die hebben jullie misschien ook al eens gezien. Die vertelde dat hier een heel handig scheurstukje was. Dus dat gaan we doen. Deze Mixel, die heet Cuffs. En Cuffs, dat is dan echt een politiemixel. Want Cuffs, dat zijn handcuffs. En handcuffs, die kan je dan hier zien, dat zijn handboeien. Dus hij is genoemd naar handboeien. En... even kijken, zien we nog wat meer? Nee, we hebben nog Busto en Tickets. Busto is natuurlijk van Bust en dat betekent iemand arresteren. En Tickets, dat is van boetes. Dus dat zijn echt de politiemixels die we hier hebben. We maken hem open en dan gaan we kijken wat erin zit. Nou, mijn zoontje, nou dit is hem. Mijn zoontje vroeg zich af of er een handleiding bij zat. Die zit er gelukkig bij. Ik vraag me eigenlijk af of er ook een handleiding bij zit voor die hele grote... of nee, daarvoor moet je dus naar... kijken, kan je dat zien? Ja, daarvoor moet je naar de website. Nou, mijn zoontje gaat dit nu bouwen. En daarvoor zet ik eerst even de camera stil. Ik zet dit even uit de weg, zodat hij wat meer ruimte heeft. Dan ga ik even de camera stopzetten. En als hij gaat bouwen, dan zet ik hem weer aan. Maar dan kan hij rustig hier gaan zitten. En niet op mijn schoot blijven zitten, want dat bouwt zo onhandig voor hem. En dan kan ik dat ook makkelijker maken voor op zijn kanaal. Ja, het is nogal veel uitleg... maar ja, dat hoort er een beetje bij. Dat zijn jullie van mij gewend. Niet alles heel snel gehaast en zomaar doen. We laten jullie altijd heel veel zien. Nou, Aaron, ik zet hem even uit. En daarna ben jij aan de beurt. Nou, we zijn weer terug. Mijn zoontje heeft hem in elkaar gezet. Dat heb je er net versneld kunnen zien. En dit is hij geworden. Hoe vond je het om hem te bouwen? Leuk. Nou, hij heeft er ongeveer 20 minuutjes over gedaan om dit te bouwen. En dit is de eerste Mixel. We gaan die andere... heb je ook nog zin om die andere 2 te bouwen? Ja. Oké, nou die andere 2 gaat hij ook nog bouwen. En dit is de eerste. En als ze alle 3 klaar zijn, dan gaan we een beetje een betere review doen. Dit gedeelte vond hij wel heel erg leuk. Dat hij zo kon... happen. Dus dat... nou, deze eerste is dus al een succes. Die zetten we even hier neer. En dan gaan we nu het tweede zakje openmaken. Welke wil je nu doen? Deze of deze? Er zijn trouwens bij de Mixels, net zoals bij de andere Lego dingetjes, meestal wel wat stukjes over. Oh, ik zie trouwens één stukje wat we waarschijnlijk vergeten zijn.
En die kunnen we, en als we hem niet vergeten zijn, dan kunnen we het gewoon doen. We zijn hem wel vergeten. Oh, nou, we zijn hem vergeten. Dat maakt toch niet uit. Kijk, zetten we die hier neer. En wat ook leuk is, hij heeft een extra set handboeien erbij. En als je deze twee lichtjes wil hebben, dan zou je die nog hier kunnen zetten. Misschien moet het ook wel trouwens, dat weet ik niet. Dat staat niet op Nee, dat staat niet op de handleiding. Maar als je dat er leuk uit vindt zien, dan kan je ze dus zeg maar op deze plek... Ik heb hem nu even niet vastgezet. Zie je, zou je hem zo kunnen doen als zwaailicht. Nou, het hoeft niet. Maar we hebben er dus één af. Nee, even naar de volgende. Welke van deze twee wil je? Deze. En als we alle drie hebben gemaakt, gaan ze mixen. Ja, dan gaan ze mixen. Dat gaan we ook nog laten zien. Hè? Nou, ik zet hem even stop, zodat Aaron zich kan gaan klaarzetten om Busto te gaan maken. Oh, wacht, weet je wat? Ik zal hem eerst even openmaken. Je vraagt je misschien af, waarom is dat blauwe matje er ineens? Nou, dat blauwe matje is er om te zorgen dat we altijd met onze handen binnen de camera blijven. Zodat we niet buiten beeld gaan. Nou, dit zijn de stukjes van Busto. Tenminste, is dit Busto? Dit was? Ja, Busto. Kijk, dit is hem. En ik ga dit ook weer openmaken en dan gaan we dit weer opnemen. Hallo, hij is af. Dat heb je net kunnen zien. Dit is hem geworden. Aaron, laat hem maar zien. En wat zit erin? Een poppetje. Ja, nou dan gaan we er even de mixel omkeren. Kijken of we hem eruit krijgen. Ja. Kijk, hier zit een heel grappig poppetje in. Nou, dit was alweer mixel nummer 2 die we af hebben. Dus nog maar één mixel. En welke vind je tot nu toe leuker? Deze? Of deze? Allebei. Je vindt ze allebei cool? Oké, nou. Oh, deze gaat even terug in de gevangenis. We hebben nu 2 mixels. En dat betekent dus dat dit de laatste is die we gaan maken. En dat gaan we zo meteen versneld afspoelen. Dan laat ik ze alle drie even zien. En dan gaan we aan de hele grote beginnen, hè? Ja, mijn papa. Ja? Eigenlijk wil ik hem niet gelijk kapot maken en af en een andere maken. Nou, je wil hem gewoon zo laten, je wil hem gewoon... Ik wil nog mee kunnen spelen. En als ik er klaar mee ben, kunnen we weer gaan filmen tot we ze alle drie gaan verbouwen. Is goed. Nou, jullie horen het. Mijn zoontje wil er eerst mee spelen. En dat gaan we dan doen. Dus zometeen, als we die derde af hebben, gaan we de video afronden. En dan gaan we in een nieuwe video... gaan we dan de hele grote mixel maken. Nou, ik ga nu even de camera weer stopzetten... zodat mijn zoontje de laatste mixel kan gaan bouwen. Dan laten we even zien wat er in elkaar zit. En dan in een nieuwe video, zodat mijn zoontje er nog mee kan spelen... gaan we dan de grote mega mixel maken. Zo, tijd voor de laatste mixel. Dit is hem. Deze gaan we in elkaar zetten. Mijn zoontje is nu even druk bezig aan het spelen met... de mixel die we er net hadden gebouwd met Busto. Dus hij vroeg of ik deze dan kon bouwen. Want dan kon hij nog even doorspelen. En dat vind ik natuurlijk helemaal geen probleem. Dit is het zakje. Die ga ik dan dus ook openmaken. Via de handige kant. En dit is tickets. En daarmee hebben we de hele set. Dus deze leggen we even hier zo neer. Het zakje. De handleiding. En dan ga ik deze opnemen, versneld afspelen en dan komen we terug als we alle drie af hebben.
Ze zijn alle drie af. Dit is de laatste die we gebouwd hebben. Dit is Tickets. Aaron, hoe vind je dat Tickets eruit ziet? Je hebt hem niet zelf gebouwd dit keer. Cool. Ja? En hij heeft volgens mij een pizza in zijn mond. Zie je dat? Ja. Nou, dit is Tickets. Die ziet er zo uit. Het grappige van Tickets is dat zijn benen zo een beetje kunnen bewegen. En alles en zo. Het is een motor. Ook deze kan zijn bek open en dicht doen. Deze twee handen, armen kan je op de achterkant gebruiken. Je kan het een beetje zo zetten. En naar buiten draaien. Hij ziet er leuk uit. En dan hebben we hier Busto. Die kan aan de achterkant kan die open. En dan kan je de crimineel, oh, zijn arm laat los. Even kijken, even goed vastduwen. Zo, die kan er dan in. Dus als ik even dit zo doe, dan zie je dat hij er boven hangt. Die ziet er leuk uit. Vond je het leuk om deze te maken? Ja, heel leuk, want het, er ook een grappig poppetje in zit. En het is grappig als hij erin zit. Nou, je hoort het. En dat is dus Busto. Het volgende mixeltje dat we gaan bekijken was de eerste die we gebouwd hebben. Tenminste, die Aaron heeft gebouwd. En dat is Kafs. Wat vond je van deze? Ook heel leuk en cool. Ja? Nou, ik vind het heel grappig dat hij echt zo zijn hele hoofd open en dicht kan doen om iets te eten. En hij heeft zijn armen die kunnen bewegen en zijn vingers. Ik denk dat ik Kafs deze dus het leukste vind. Die heeft de meest beweegbare onderdelen en ziet er het leukst uit. Wat ik trouwens had gedaan bij Busto was, ik had nog een handboei over en die heb ik hem hier in zijn handen gegeven. Dus dat is natuurlijk niet wat erbij zit. Dus als je het zelf zou kopen of ergens vindt, dan heb je dat er niet bij zitten. Maar ik vond het er wel leuk uitzien als extra detail. Deze vind ik het leukst, want dit is het meeste een poppetje waarmee je kan wandelen. En in een volgende video, zijn vinger zit los. Zijn vinger zit los, hoor ik. Oh ja, ik hoorde net dat zijn vinger los zit. Nou, in een volgende video gaan we dus die mega mixel bouwen. Waarin ze alle drie samenkomen. Dus dit waren ze. Tickets, Kafs en Busto. Dat waren de drie mixels die we in deze video hebben bekeken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie weer gaan kijken als wij de mega mixel gaan bouwen. Oh, dat was even de microfoon. Hierboven kan je abonneren op mij. Daar beneden kan je abonneren op mijn vrouw. En hier zal ik een abonnementsknopje voor mijn zoontje neerzetten. Want die heeft namelijk net ook een leuke stopmotion gemaakt. En hier zie je gewoon een leuke Lego lijst. Oké, tot de volgende keer.